Net als vorig jaar treffen de hockeyers van Rotterdam Bloemendaal in de halve finale van de playoffs. Toen werd de best of three serie uiteindelijk met 2-1 gewonnen door HCR. In de eerste helft is dit een mooie kans voor Simon Child. Maar hij krijgt de bal niet voorbij Jaap Stokman, de doelman van Bloemendaal. Opnieuw een kans voor HCR. Weer is het Child, maar het moet geen treffen. Aan de andere kant dan is Bloemendaal weg. Het schot van Fergus Cavanaugh en raak voor Bloemendaal. De eerste echte kans voor de gasten. En door de benen van Blaak is het raak 0-1. Dat is ook de ruststand. In de tweede helft gaat HCR op zoek naar de gelijkmaker. En daar is het hier dichtbij. Maar de kansen zijn niet besteed aan Child. Niet de eerste mogelijkheid die de Nieuw-Zeelander laat liggen. Rotterdam geeft niet op. Kan het nu dan? Subtiel van Nick Wilson. Net niet. De ballen willen er maar niet in. Wellicht kan een strafcorner uitkomst bieden. De eerste van de wedstrijd. Heer de Turkstra geeft aan. Daar is Jeroen Hetsberger en daar is het raak. De gelijkmaker Hetsberger doet het. De aanvoerder zet HCR naast Bloemendaal. En Rotterdam krijgt wat het verdient. Een doelpunt en de gelijkmaker. Bloemendaal dan, vlak na die gelijkmaker van Hetsberger. Wat gerommel, het schot van de Nooier. Goede redding van Blaak, Cavanaugh en opnieuw Blaak. Prima redding van de doelman van HCR die bij die eerste treffer die bal nog door zijn benen kreeg. Nu staat hij goed op zijn post en verhindert hij meer treffers van Bloemendaal. Een sprongetje dan naar de verlenging. 2 keer 7,5 minuut moeten er aan te pas komen om een winnaar te bepalen. Een doelpunt betekent einde wedstrijd, sudden death. Dit is de grootste kans uit die verlenging. Een strafcorner voor HCR. Hetsberger naast. Ook geen winnaar na verlenging en dan komt het aan op shootouts. De laatste keer dat HCR die moest spelen was in maart in de Euro Hockey League tegen Reading. Toen verloor Rotterdam en ook nu is de start niet goed. Wilson heeft de eerste shootout namens Rotterdam gemist. Ronald Brouwer scoorde wel namens Bloemendaal en dus moet Jeroen Hetsberger de spanning erin houden. Hetsberger onberispelijk. Hij trekt de stand gelijk. Rogier Hofman dan, om Bloemendaal weer op voorsprong te zetten. De redding van Blaak. En nog een keer. Prima keeperswerk van Blaak. Die toch ook wel bekend staat als een shootoutster. Polkamp mag Rotterdam dan voor het eerst aan de leiding brengen. Polkamp. Het duurt. En het duurt. Maar dan is het wel raak. Polkamp. Als Matthew Swan daarna gelijk heeft gemaakt, missen Timo Kranstauber namens HCR en Pelle Vos namens Bloemendaal. En dus mag Willem Hetsberger hier eigenlijk niet missen. En dat doet hij ook niet. Zo wordt het 3-2. En dus kan dit de allesbeslissende shootout zijn. Op de schouders van de aanvoerder van Bloemendaal, Wouter Joly, rust een zware last. Joly of Blaak? Joly of Blaak? Het woord Blaak. En zo wint Rotterdam, komt het op een 1-0 voorsprong. En reist het met een goed gevoel naar Bloemendaal voor de tweede wedstrijd in de best of three serie van de playoffs. Die wordt zaterdag gespeeld.